Deze highlights worden u aangeboden door Heineken en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Eerste vrije trap van de wedstrijd voor United. Voor de goal gebracht. Nee, net niet voor het doel gebracht. Door McTominay. Vrije trap van Alex Telles. Balverlies van McTominay. En dan kan het wel snel gaan. Trigueros. Jeremy. Nee, het is... Gomez. Mijn eerste keer De Gea. Goede beweging van Pino. Maar maakte de bal niet goed op de wreef. En plots viel daar een kans uit de lucht voor Villarreal. De tweede al. En dat ging dat plots makkelijk. Drie keer. En drie keer Villarreal. Eén bal tussen de palen tot nog toe. En het schot van Gomez. En hier is de tweede. Goede redding van De Gea. Komt die Parejo, hij moet erover. En hij komt ook over de kooi van De Gea. Dit is de kans, Trigueros. En wat een save van David De Gea. Zijn beste van de match. Oh, Villarreal is bijna op zijn Italiaans. Het is echt wachten tot de omstandigheden goed zijn, bijna ideaal om toe te slaan. Jeremy, Trigueros, Jeremy, mooi Gomez, maar half van Juma. Het was zijn moment, maar de tijd was heel kort door die vliegende Wan-Bissaka. Sancho. Goede beweging. Fernandes, Sancho diep. Daar is Jadon Sancho en niet de 0-1 van Man United. Beste kans voor de Red Devils in het blauw vanavond. Jadon Sancho zette het zelf op, kon het zelf afmaken. En Rulli, heel geconcentreerd. Ronaldo, daar is de goal. Jawel. 0-1. Toch weer Cristiano Ronaldo. Zijn zesde goal in deze campagne in vijf matchen. En wat Villarreal niet deed, namelijk de foutjes van Man United afstraffen, dat doet Man United aan de andere kant wel. En het zat eraan te komen. Omdat sinds de komst van Bruno Fernandes dit een gedurfder Man United is. De bal helemaal weg bij Villarreal nu. En kijk eens wat een ruimte voor Rashford en Co. Sancho is mee. Hier is Fernandes. Slechte controle. Sancho. En daar is de doodsteek. 0-2.
Jadon Sancho. Zorgt dat United zeker is van de zegen, van de kwalificatie. En dit is natuurlijk een van de wapens van Man United. Dat was het ook al onder Alex Ferguson. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.